Welkom bij Keukenpraat met Nadia Marijn. En vandaag hebben we een hele bijzondere, hele bekende en hele geliefde gast. En zij heet... Onze, echt. Hoe wil je Jannie introduceren? Volgens mij als je gewoon zegt Jannie, dan weet iedereen al wie er komt. Welkom Jannie. Nou, superleuk hier te zijn. Dankjewel. Nou, wij zijn echt wel vereerd en heel blij. Dat je er bent. Vereerd, joh. Ja, wel. Het is toch gezellig. Heel leuk hier te zijn. Ja. Ja. Echt leuk. En volgens mij gaan we een van jouw lievelingsgerechten maken. Nou ja, het is in ieder geval een gerecht waarvan... Ik ben natuurlijk alleen. Wat je heel makkelijk in je eentje kan maken. En net zo makkelijk voor 10 man. En dit gerecht is ooit bedacht door mijn jongste zoon. Oké, okay. Oh, helemaal dus, leuk. Dus het is inmiddels een familierecept geworden. Ja. Ja, fantastisch. En we gaan dus een risotto. Ja, wat heel belangrijk is om in te roeren. Heel goed roeren. Ja. En een risotto. Daar word je ook zen van. Van het roeren. Ik vind dat je bij het maken van een risotto, dan moet je, kom je tot rust, je moet roeren, je kijkt. Ja, en roeren is ook altijd fijn. Ik vind ook, je moet ook altijd even in elkaars potjes roeren, toch? Ja, nee, maar wat ik nou bijvoorbeeld echt heel erg leuk vind, we staan hier natuurlijk als de mediterrane Arabische keuken. Ja. En dan denken mensen niet direct aan risotto. Nee, maar het koken in bouillon is natuurlijk wel... Maar eigenlijk is het ook gewoon die Mediterrane, die loopt gewoon van west naar oost. Die gaat van Italië zo hup door naar Libanon en het hele Midden-Oosten. Dus eigenlijk is het super logisch. Klopt. Nou, en ingrediëntjes eigenlijk weer... Het is heel mooi, simpel. Ja, maar wel een best wel... Chic. Ja, ja, dat wilde ik zeggen, maar dat klinkt zo lullig. Ja, nee, maar bedoel, elegant. Laten we zeggen, ook kleurrijk. Ja. Ja. Want dat vind ik ook, het moet op het bord ook mooi uitzien. Dat, en het heeft tegenstellingen in. Er zit eigenlijk best wel wat laag in. Want de rivierkreeftjes hebben een beetje een zoetige smaak, als het ware. Mm-hmm. Hier heb je het zilte van zeekraal. Dus en het heeft knappertje veel, een beetje. Ja, dus het heeft veel, veel tegenstellingen in smaak. Ja, en wij gaan wat leuks doen, want wij gaan natuurlijk wel jouw recept en eigenlijk die van je zoon gaan we een beetje opleuken met geconfijte citroen. Vind ik een hele goeie. Ja, een kleine mediterrane. Ja, maar dat vind ik het leuke van koken, zeker als je samen kookt, dat er altijd een toevoeging van de ander is, waardoor het nog lekkerder is. Dat is het meest belangrijke. Ja, absoluut. En hier, kijk, wij hebben al de uitjes vast, want voordat we met risotto kunnen beginnen, wij zijn vandaag je liefdallige assistenten. Wat jullie willen. Ja, wij zijn jouw liefdallige assistenten, dus jij mag kiezen. We kunnen allebei. Doen, ja. Jij uitje, ik een shallotje. En wil je het fijn gesneden? Ja. Ja. En een beetje knoflook misschien ook nog? En zeker. Ja, maar dat is ook zo, sorry. Nee. Die Italiaanse mama, sommigen vinden dat je wel knoflook en ui mag doen. Anderen alleen ui, alleen knoflook. Nee, maar dat is het grappige met keukens. Hè? Je ziet ook dat het familiekeukens zijn. Dat iedereen daar een hele specifieke mening over heeft. En je zegt, nee, nooit dat doen. En de ander zegt, ja, nee, doe ik altijd. Ja, en Jannie, mag ik jou wat vragen? Want je bent nu met die mooie serie bezig over de smaak van Nederland. Ja. Weet jij nu al een beetje wat de smaak van Nederland is? Hebben we daar al een soort van antwoord op gevonden? Ja, er is een antwoord op. Dat hij heel erg mediterraan aan het worden is. Ja. Dat aardappelen, vlees en groenten een beetje verdrongen worden door voornamelijk Italiaanse smaken. Nou, dat is toch ook grappig? Ja. Dus ja. Dit wat wij nu vandaag gaan eten, dat past eigenlijk juist heel goed in het Hollandse dieet. Het grappige is dat het vooral pasta is. En dat komt denk ik ook voor een heel groot deel dat... jongeren, kinderen, pasta altijd lekker vinden. Dus pasta, pizza, lasagne, dat soort dingen dat makkelijk wegeet. Dat ook redelijk simpel te koken is. Ja, lekker makkelijk. Ik denk dat dat belangrijk snel. Is. Snel. Ja. Dat is natuurlijk binnen de Nederlandse... We willen max een half uurtje of zo uitgeven aan onze... En het wordt ook steeds korter, hè? Dat is het erge. Dat we eigenlijk steeds minder lang in de keuken staan. Nee, maar olijfolie is ook zo'n ding, hè? Dat is een van mijn grote liefdes. Ja, die delen wij hoor, die liefde. Ja, ik hoor iets. Er gebeurt iets. Ja, we hebben een uitje en een shallotje fijn gesneden en een knoflookje. Lekker olie. Best wel redelijk wat ui, maar goed, het geeft wel heel veel smaak aan een risotto. Ja. De ui is toch wel de koning van de keuken, toch? Absoluut. En onderschat, hè? Onderschat, zeker. Zeker. Ja. Want die, en eigenlijk, dat weet je denk ik ook wel, als er ergens een ui staat te fruiten, dat iedereen zegt, lekker, er wordt gekookt. Lekker. Maar voor mij is het ook het signaal om wakker te worden.
Dus is dat zo? Ja, op dat moment begin ik van, oh ja, smaakpapillen open, registers in mijn hersenen met smaken die bij elkaar passen gaan open. Het is echt, dit is het signaal. Ja, ja, maar uit brengt ook alles samen. Het geeft die complexiteit en diepte, het laat specerijen spreken. Nee, absoluut. En, niks zonder een ui en olijfolie. Maar hoe zachter je een ui laat fruiten, hoe zoeter die wordt. Ja, en als hoe meer je tijd hard, die krijgt, ja, toch? Ja. Om de smaken los te geven. Ja. Ja, en als je nu eigenlijk kijkt met het aanbod in de supermarkt, is het natuurlijk ook zo ontzettend veel veranderd de afgelopen 10 jaar. Enorm veel. Ik bedoel, de kwaliteit van ingrediënten is echt verbeterd. Dat vind ik dan wel echt wel weer heel erg leuk. Nou maar ja, wat je ook ziet in supermarkten, is dat je ook ziet dat veel supermarkten veel lokaal gaan. Ja. En dat was een aantal jaar geleden helemaal niet zo, want er werd alles gemeenschappelijk ingekocht. Ja, maar dat is eigenlijk wat wij ook altijd zeggen. We doen dan wel, zeg maar, onder de noemer een soort van exotische keukens die mensen misschien niet zo kennen. Maar je kunt dat heel goed met Nederlandse ingrediënten doen. Met heerlijke Nederlandse groenten. Ja, juist de boerenmarkt. Met de groenten van het seizoen. Absoluut. En ondertussen gaan wij dit hele lekkere gekonfijte citroentje. Ik ga daar gewoon zo'n stukje even van proeven. Ja, ja, dat kan zeker. Ben jij van de risotto met een beetje wijn? Ja, kijk, toen mijn zoon dit bedacht, zat er natuurlijk geen wijn in. Ja. Maar ik vind het zelf altijd heel lekker, omdat het net even die smaak ophoudt. Ja, want de alcohol verdampt. Ja, precies. Dus ik vind het een van de weinige gerechten. Of weet je, in desserts bijvoorbeeld, als daar drank in zit. Ik vind dat echt zo vies. Oh ja? Maar risotto vind ik een van de weinige gerechten waar goed uitgebluste wijn echt wel een toevoeging is. Ja, het moet ook absoluut verdampen. Ja. Ik moet zeggen, wat ik laatst hoorde, was dat toch de wijn eerst de rijst. Ja. Maar ik heb gewoon een kleine van 5. Maar ik gooi dus regelmatig een scheut drank in het eten. Ja. Maar het schijnt toch dat daar wel wat alcohol overblijft. Dus ik probeer af en toe wel daar een beetje op te letten. Ja, dat je niet een hele fles wijn erin en dat je denkt, god, ja, ik kan het echt wel scheutig doen. Ja, precies. Ik gooi er nu toch maar vast wat, anders dan staan we hier over een uur nog te koken. Ja, daarom. Het rijst erbij. Ik doe het op de gok, hè. Dat, ja, met liefde, met gevoel, toch? Ja. Zo koken wij. De grap is bij risotto, is dat, ik zeg altijd, ieder korreltje moet een klein filmdun laagje olie om zich heen hebben. Dus je hoeft hem niet lang en ook niet hoog. Maar gewoon wel even goed roeren, dat alles met een laagje olie bedekt is. Want dat is gewoon nodig om straks alle bouillon op te nemen. Ja. En wacht jij ook totdat het een beetje gaat knipperen? Knisperen? Nou ja, of dat weet je, niet zozeer? Ik denk dat een beetje springen. Ja. Het koken is ook, het is ruiken, het is zien, maar het is ook luisteren. Het is grappig dat je het zegt, want dat hoort er ook bij. Weet je, hij moet ook niet te hard. Ja, dus dat is dan volgens mij wel de tip van Jannie van vandaag. Bij de risotto, niet te hard. Nee, want dat absoluut zei je bij de niet. Uien. En bij luisteren de rijst, naar de pan. Luisteren naar de pan. En nu denk ik, oké, ik zie aan de pan dat hij er bijna is. En het grappige is dat je dus niet met die bouillon, maar dan met die wijn begint. Je liefdallige assistent staat klaar. Oké. Klein scheutje of doe maar gewoon, Alleen dat geluid al is heerlijk. Heerlijk. Ja, en dan is het ook weer het leuke, als je dan een lekkere wijn gebruikt, kun je er ook bij drinken. Absoluut. Dit is dus een kippenbouillon en heeft best wel een goede kwaliteit. Hij ziet heel grappig melkachtig uit, maar hij ruikt heerlijk. Ja, hij ziet er ook goed. Ja, ik vind het wel grappig uit. Maar ik denk dat de opkomst van groenten niet alleen ermee te maken heeft dat we allemaal wat minder vlees en vis eten. Maar dat het ook iets is wat verbindt. Want welke religie je ook aanhangt, als je groenten hebt kun je, zit je altijd goed met elkaar aan tafel zitten. Ja, absoluut. Ja. Ja, als je vegan kookt, zeg maar, dan kan iedereen bij je aan tafel. Ja. Ja, en heel veel reden. Gerechten in de mediterrane Arabische keuken zijn eigenlijk in de basis vegetarisch of vegan zelfs. Gewoon de armeluiskeuken in Italië, precies, tot in de Arabische wereld. Ja. Overal heb je gerechten die puur vegan zijn voordat het hip werd. Ja. En dan vlees komt dan en aan het eind. En van nature vegan zijn. Dat is ook zo leuk. Dat iedereen nu aan het roepen is van we moeten vegan gerechten bedenken. Maar er zijn zoveel heerlijke gerechten die dat van nature zijn. Ja. Trouwens een klein stukje van onze citroen voor jou om te proeven. Ja. Zo'n geconfijte citroen. En ook deze risotto toch? Die kun je net zo goed als je de rivierkreeftjes weglaat en je vervangt ze door wat anders. Kan die gewoon mee. Maar je kunt hem ook
bij wijze van spreken alleen met zeekraal ja, eten. Want, wat ik zelf altijd heel lekker vind, het is de combinatie tussen warm ja, en koud. Ja, exact. Hey, ondertussen ben ik trouwens onze geconfijte citroen ja, heel fijn aan het snijden. Alleen de schil gebruiken we. En ik vind het ook zo lekker dat dit een gerecht is wat iedereen kan maken. Je hoeft alleen maar te kijken. Je hoeft alleen maar te kijken, te ruiken of het goed gaat. Ja, en het is zo heerlijk ontspannend. En je ziet, je kan blijven babbelen, dus je kunt ook ja, bellen als je dat zou willen. Ja, of je doet het terwijl ja, je gasten al aanwezig ja, zijn. Zeker als je een open keuken hebt. Ja, ik snoep ondertussen ook even van je citroen. Ja, want die geconfijte citroen, iedereen verwacht dan dat die heel erg zuur ja, is. Maar dat is die dus niet. Hij is zout, complex, heel diep van smaak, maar het is niet zuur. Dus ja, je krijgt geen van. Maar gewoon, ik heb nu eigenlijk een kwart van de schil van de citroen fijn gesneden. En die gaat nu zo in de risotto. Ik kan lekker meegaren. Ja. Kijken we zo of we misschien nog wat extra willen toevoegen. Dat is ook vaak, toch? Dat mensen denken van ja, maar hoeveel moet ik dan doen? Maar ja, je begint met een beetje, je proeft en dan denk je bij jezelf. Oh, ik vind ja, het lekker om nog wat meer te doen. Precies. Of ik vind het goed zo. Dat is ook zo. Kijk, koken is ook het je eigen maken. Wat jij lekker vindt. Het is ja, niet zo dat het moet zo. Ik nee, bedoel, er is een standaard en als je ervan af wil werken, moet je daar niet bang voor zijn. Kijk, net als in deze risotto gooien we de pulp weg van de geconfijte citroen. Ja. Maar als je wel heel erg houdt van dat zoute, ziltige ja, smaak, maar we hebben natuurlijk al de zeekraal, ja, dan kan je wel de pulp gebruiken. Maar als ja, je dat zoute, ziltige niet wil, dan moet je het weggooien. Je kunt er een lekkere mayonaise of olie van draaien. En, ik denk dat het ook wel lekker is in de mayonaise inderdaad. Ja, zeker. Het werkt echt wel goed. Ja. 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 Maar zelfs vijgenzeden in een salade. Het is echt, ja, echt zo'n ding wat je overal in kunt gebruiken. Ja, maar dat is eigenlijk ook het leuke. Als je gaat koken op gevoel toch, dan komen die ideeën vanzelf. Ja, en ik denk dat het ook iets is wat je, wat je gezien nodig moet hebben. Want dat is denk ik ook een groot verschil als we kijken naar de Nederlandse keuken en de Mediterrane of de keuken van Levant, is dat daar nog veel meer de traditie is om het over te geven van de een of de andere generatie. Ja. En dat wij eigenlijk in Nederland een heel groot deel is opgevoed met kant en klaar, dat was een verworvenheid, en niet meer geleerd hebben om te koken. Om te koken, en ja, dus die smaken ook niet proeven, herkennen, ja, kunnen ja, reproduceren, want dat is het soms ook. Ja. Dan heb je misschien helemaal niet heel veel gekookt, maar je hebt toch gezien, je hebt geproefd. De herinnering. Ja, je hebt die herinnering. Ja. En van daaruit kun je eigenlijk heel ja, makkelijk jezelf oppakken. En daar word je zeker van. Want dat is toch ja, vaak de onzekerheid. Dat mensen gewoon bang ja, zijn om het niet goed te doen. Terwijl eigenlijk kan er niet zoveel gebeuren. Ik doe even een beetje peper. Een beetje peper. Ja, ja, ja. En nog een beetje confit citroen. Vind je dat wel oké? Ja, ik denk dat die er wel goed in zit. Probeer altijd een beetje in te schatten van wanneer ik de rest toevoeg. Kijk, ja, die rivierkreeftjes is altijd pas op het allerlaatste ja, moment. Ja, die moeten niet taai worden. Die hoeven ja, alleen maar warm te worden. En ik vind ook altijd zeekraal moet gewoon nog een beetje bite knapperig hebben. Ja. Dus die blancheer je niet, niks. Die gaat gewoon lekker in ja, de risotto. Ja, en daar warmt hij op. Zo, drie borden van ons. Ja. Maar ik ben ook wel erg te spreken over die bouillon, moet ik je zeggen. Goed, hè? Ik kende hem niet. Ja. Want dat ja, is wat ik zelf ook vaak doe, hè? Als ik bijvoorbeeld een hele kip uit de oven ja, maak. Gewoon het karkas, ook al is die gebraden, hup in de pan. Doe ik ook. En ja, daar maak ik dan een bouillon van. Ja. We hoeven niks weg te doen. En die ja, gooi je gewoon in de vriezer. Ja. Als je hem niet op dat moment gaat gebruiken, precies, ideaal. Ja. Daarom zeg ik ook van die ijsklontjesblokjes. Ja. Heb je altijd een, ja, maar daarom zeg ik ook altijd dat ik een fout vegetariër ben. Want dat eet ik ook. Ja, ja, en wat ik bijvoorbeeld van mijn schoondochter geleerd heb. Als ik bouillon maak van kippenbouten, wat ideaal gaat. Mm-hmm. Is dat je het vel er vast afhaalt. Dan okay, is hij veel minder vet. Ja. Dus dan hoef je hem niet klaar op het precies, laatst. Precies. Hey, maar ja, trouwens, even over dat vet gesproken. Als ik dus die kippenbouten gewoon in de pan ja, bak met vel. En dat vet wat er afkomt, ja, dat bewaar ik dus ook altijd. Doe ik in een potje. En dat is super lekker om ook gewoon weer aardappeltjes en dingen in te ja, bakken. Net als je met gantenvet ja, doet. Ja. Ik wil nog heel even proeven. Mag ik nog een nieuw ja, een nieuwe lepel, ja. Even kijken hoe die gaat volgens mij. Mm-hmm. Hij is goed. Warme risotto, koude mascarpone. Mm.
Mm. Heel erg lekker, ook die structuren. Ja, ja. En die al dente korrel. Toch, ja, dat maakt wel een goede risotto. De korrel een beetje stevig en lekker romig. Ja, ja, dat, heerlijk. Dat maakt het een risotto eigenlijk. Mm. En ik ben heel blij dat jullie hem vervolmaakt hebben. Om door citroen toe te voegen. Ja, maar dat is toch leuk? Echt heerlijk. Leuk. Het past echt perfect hierbij. Mm-hmm. Nou, Jannie, super dankjewel. Mm-hmm. En ook gewoon voor die tip. Perfecte risotto kun je maken voor jezelf. En om te delen met anderen. Dat is absoluut, eten. Daar gaan we voor. Dankjewel. Jullie dankjewel. Mm.